Ja, ik zei het al eerder. Na alle mooie verrassingen hebben we straks nog een heel bijzonder optreden. Ik kan niet te veel verklappen, maar het is een optreden van een Nederlands duo. Ja. Als ik er was, stoppen. Dat is ontzettend leuk dat we, mevrouw Bouwman... Wij mochten niet ontbreken natuurlijk. Tuurlijk niet. Omdat wij natuurlijk ook een enorme fan altijd van u geweest zijn. Ja, wij zijn zo fan van u. En misschien even leuk om te vertellen, maar Beb is zelfs uw oudste fan. Nou, dus dat hoeft ook weer niet zo. Maar de mensen zien het ook wel. Dat maakt wel niet. Maar wij kennen u al zo lang. Wij zijn toen met van Open het Dorp. Open het Dorp was dat daar, ja. Heb zij nog van die lucifersdoosjes in die brievenbus te proppen? Nou, daar zijn we nog mee bezig geweest. En we hebben toen zijn we nog langs geweest. En toen hebben wij aangeboden. Wat hebben we ook weer aangeboden toen? Wij hebben een levenworst aangeboden. Dat was een heel ander feest, Beb. Dat was een heel ander feest. Dat niet met nee. We hadden geen levenworst aan mevrouw Bouwman geven. Dat hebben we wel gedaan. Excuus, let niet op haar. Ik kon haar niet alleen thuis laten, dus ik moest er mee. In ieder geval, wij zijn hier natuurlijk niet zomaar, mevrouw Bouwman. Want wij hebben het een nationale geschenk bij ons. En dat mogen wij u hierbij aanbieden namens het hele Nederlandse volk. Het is een bloedzuiger. Dat heet een bladzuiger. Dat is voor in de tuin. Dat maakt het, weet ze zelf ook, dat het voor de tuin is. Begrijpt wat? Ze neemt niet mee naar de slaapkamer. Dat begrijpt ze zelf ook. Mevrouw Bouwman, wilt u hem... Kijk, ik zal hem even voor u uitpakken. Het is een hele bijzondere blad, kijk. Ja. Het is er niet zomaar één. Kijk eens even. Zo. Dat is al wat, natuurlijk, hè. Daar kan u wel wat mee, neem ik aan, toch, hè? Ik zal hem even voor u demonstreren. Zal ik hem even? Jawel, ik weet hoe die werkt. Ik heb hem hier ergens zitten. Oh ja, hier heb ik hem al. Wacht even hoor, Beb. Ik heb hem hier zitten, ja. Ik heb hem hier zitten, ja, wacht even. Oh, potverdorie. Rustig. Wacht even, ja, ik moet hem mee. Oh, hier moet ik hem vasthouden. Ik moest hem ergens... Oh, hier zo moet ik hem vasthouden. Dit is hem. Ja, komt hij, Beb. Nee, ik heb hem al. Oh jee. Nou. Het is een bladzuiger. Kom op. Zuigerkring. Kom. Zou je altijd zien als iemand zuigerde? Nee, ja. Ja, ik hoorde wat. Hoor. Oh jee. Oh. Er wordt een ander. Heb je hem nou geboekt? Ik hoop dat u nog even hebt, mevrouw Bam. Ik denk dat hij enorm versopen is. Dat kan bijna niet anders. Ze hebben hem getest, maar... Ja! Dit is er wel één natuurlijk, hè. Hele bijzondere voor u ook. Kunnen we er ook even doen? Dit is een bladzuiger. Ik heb hem hier meegenomen. Bladzuiger voor mevrouw Bouwman. Dat is wel leuk natuurlijk. Allemaal iedereen. Echt een bladzuiger. Hoe gaat die uit, Beb? Hoe gaat die uit? Ja, waar is nou die gebruiksaanwijzing? Kijk eens in de gebruiksaanwijzing. In je tas zit de gebruiksaanwijzing. Kijk even naar boven, dat is goed. Wat zo leuk is, hartelijk gefeliciteerd natuurlijk al. Maar wij zijn... Ik zal even voor u uit. Oh.
Carol. Dank u wel voor de fantastische cadeau. Alsjeblieft, geweldig. Oké. Lekker zitten, mevrouw Bauer. Oh, wat geweldig. Gaan we lekker zitten. Oké. Wat gaan we doen? Nee, nou, ik neem hem even. Waar gaan we mee naartoe dan? Wie is die gek? Ach, hij legt hem eventjes. Is dat makkelijk te vormen. Wij willen namelijk graag afsluiten met een gedicht. Het leek ons wel passend. Mooi gedicht. Mooi gedicht. Het gaat als volgt. Er is er een... 1 jaar, nee, 80. Oh ja. Er is er een... Er is er een 80. Hoera. 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 En dat kan je ook wel zien. En dat kun je ook al zien. Oh, dat kun je ook al zien. Dat is mies. Dat is mies. Hoe dan ook, dat vinden wij allebei prachtig. Ja, ja. En daarom is ons advies... U leven lang hoera, hoera. U leven lang hoera, hoera. U leven lang, hoera, hoera. U leven lang, hoera, hoera. Hey, twee, hey, twee, drie, vier. Come on.